Morgen, lieve vrienden. Vandaag is het Johannes 18 wat ons lees. Johannes 18 wordt Jesus gevangen geneem. Hy wordt verhoor door Caiaphas en dan door Annas en dan op die ouwe door Pilatus. En ek wil, vooral bij die stukje bij Pilatus, is daar iets wat voor mij uitstaan. Weet, Pilatus vraag vir hom, is jy dan nou regtig koning? En Jesus sê vir hom, dit is soos hy sê, ek is een koning. Ek moet oor die waarheid getuienis aflê. Hiervoor is ek gebore, hiervoor het ek naar die wereld toe gekom. Elkeen wat aan die waarheid behoort, luister naar wat ek sê. En dan sê eintlik Pilatus, wat is waarheid? En dan die vraag, wat is waarheid? Dit is een baie ou vraag, maar dit is een vraag wat eindelijk deesdae ook baie sterk naar voren kom. Dus sê maar, wat is waarheid dan? Ek meen, jy toch jou waarheid, ek het my waarheid. Hoe kan jy vir my sê, dit wat ek glo, dit wat ek ervaar, die manier wat ek dinge sien, is verkeerd. Een manier wat gebruik word, beteken om dit te verduidelik is, dat dit is soos hierdie olifant. En daar's drie blinde ouwens, wat na hierdie olifant toe kom. En een ou kom van die een kant af en hy sê, maar hierdie ding, ek voel hy so slangerig en hy toe tosel hier aan die onderkant. Dis hoe ek hierdie ding ervaar. Dis wat het is. En een ander ou sê, nee, maar dis so plat, groot ding hierdie. En een ander ding sê, nee, maar dis so kronkelige, ronde ding hierdie. En hulle stry met mekaar. Maar eintlik is hulle mos besig om oor dieselfde ding te praat. Hulle kom net naar diezelfde ding toe. Die ene kom naar die ster toe, en die ander kom naar die pens toe, en die ander kom naar die slurp toe. Maar hulle praat oor diezelfde ding. En dit is een belangrijke ding, nie, dat ons moet besef, dat ek kom uit een sekere achtergrond, sekere ervaring, sekere kultuur, en daarom ervaar ek dinge op een sekere manier. En as ander mense wat het op een ander manier ervaar. Maar die vraag is, is daar een olifant in die middel? Is daar een rechte waarheid? Of is alles ook maar net wazig? Is daar enigszins iets soos waarheid? Pilatus, wat is waarheid nou eindelijk? En dis waar Jesus vir hom antwoord en vir hom sê, maar ek het gekom om van die waarheid getuienis af te leer. Ek, dis juist waarvoor ek gebore is, sodat julle God se waarheid kan ken, dat julle God kan werkelijk verstaan, en kan verstaan wat God vir julle wil sê. En ja, dat julle kan verstaan, dat ek is die koning van die Jawa. En op een manier snap Pilatus hier die waarheid, en hy kan ook dadelijk vandaag uitstap, en hy gaan sê, maar ek vind geen skuld in hierdie man. Selfs die heidense ou kan achterkom, dit is die waarheid. Jesus is onskuldig. Maar al is dit die waarheid wat hy so duidelik raak sien, tree hy nie op grond van hierdie waarheid, wat hy sien nie. Nie, hy gee Jesus oor om gekruisig te word. En dit is waar die vraag na jou en my toe kom. Wat maak ons met die waarheid wat God hier Jesus vir ons kom openbaar? Jesus sê daar nie, elkeen wat aan die waarheid behoort, luister na wat ek sê. Kom ons luister na Godse waarheid en kom ons lewe daar volgens. Kom ons bid. Ons wonderlike almagtige God, dankie dat U ons nie in die duister los, dat ons maar net rondtas en nie regtig weet wat die waarheid werklik is nie, maar dat U vir ons glashelder die waarheid kom wys het in Here Jesus. Here Jesus, dat U vir ons die Vader so duidelik kom wys het wie hy is, sy heerlikheid kom wys het, sy grootheid en ook wat hy wil hê in ons lewens. Ons wil reageer op die waarheid. Ons wil lewe daar volgens. Rig ons lewens deur U Gees, dat ons U waarheid sal uitleef. In Jesus naam. Amen.